Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 25 mei. Je kunt nooit meer geven dan God. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 6, vers 38. Geef, dan zal je gegeven worden, een goede, stevig, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Sommige mensen geven hun geld of het wereldse handelssysteem voorrang boven God. Maar in Openbaring 18 staat dat wanneer we ons vertrouwen op geld stellen, dat het zal mislukken. Ik heb ontdekt dat de manier waarop je met geld omgaat, in plaats van er krampachtig over doet, is proberen God meer te geven. Want dat kunnen we niet. Hoe meer we geven, hoe meer we Hem gehoorzamen met onze financiën, des te meer zegent Hij ons. Als we meer doen voor anderen, dan zullen we ontdekken dat we gelukkiger en meer voldaan zijn dan dat we ervoor waren. De maatschappij vertelt ons om alles te investeren volgens wereldse normen. Altijd moeten werken om maar meer geld te verdienen. Maar als we dat doen, zullen we nooit dat hebben wat van belang is. Vooral vreugde. We zullen ook niet in staat zijn te genieten van het geld dat we hebben, want we gebruiken het niet op Gods wijze. Het mag dan misschien niet logisch zijn volgens de wereldse norm, maar God wil niet dat je alleen geld verdient om het vervolgens op te potten. God zegt dat door het weg te geven je uiteindelijk meer zult hebben. Ik daag je uit om vandaag je gulheid te vergroten. Vertrouw mij, je kunt nooit meer geven dan God je geeft. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat uw plan voor mijn financiën niet hetzelfde is als die van de wereld. Maar ik weet dat wanneer ik op de manier geef zoals u mij zegt, u voor mij zal zorgen. Mijn geld is van u en ik zal het gebruiken zoals u het goed vindt. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.